Dit patroon is ook een creational design pattern, genoemd in het boek van Gamma en andere schrijvers, waarin 23 patronen staan. Ik schets weer natuurlijk eerst even een probleempje van een situatie waarin je dat zou kunnen toepassen. Stel je werkt ergens op een of ander softwarebedrijf, bedrijf waar software wordt gemaakt. En daar wordt gebruik gemaakt van applicaties, ik noem het maar gewoon applicaties. En er wordt gebruik gemaakt van documenten. Heel veel van de applicaties gebruiken heel veel documenten. En iedere keer weer moet je die classes aanmaken. Iedere keer weer moet je een applicatie aanmaken met documenten. En die documenten, in dit voorbeeld dan, wat ik hier aan het schetsen ben, die hebben de operatie open, close en save. Die hebben allemaal dit soort operaties, documenten. En heel veel programma's die gemaakt worden, heel veel applicaties die bedacht worden en gemaakt worden, maken gebruik van deze constructie. Okay? Stel dat dat zo is in een bedrijf. Ja, als dat iedere keer weer voorkomt, deze constructie, dat je een applicatie hebt die documenten gebruiken, een lijst van documenten gebruiken, als het steeds weer terugkomt, op een gegeven moment denken we, ja, kan ik dat niet snel eventjes in een soort library zetten? Nou ja, dan kun je overwegen om hier een soort frameworkje van te gaan maken. Dat kan je overwegen. Ja? En zeker, kijk, hier zit in deze applicatie zit de operatie new document, die zit erin. En stel dat new document iedere keer weer dit moet doen. Iedere keer weer moet new document moet dit doen wat hier staat. He, dus dan is de bedoeling dat er een document wordt aangemaakt. En dat die gezet wordt in een lijst, in de lijst van documenten en dat die geopend wordt. He, dit algoritme dat hoort hierbij en nogmaals. Deze constructie moet iedere keer weer moet worden uitgevoerd, worden gemaakt, worden ingetikt. En je wilt gewoon dat de programmeurs dat niet meer hoeven te doen. En ja, dan kun je een soort frameworkje maken waarin dat allemaal zit, wat hier staat. Dat is een doel. Dus, ik wil een frameworkje maken waar dit standaard in zit gewoon. En dat in de toepassing, dat als je weer een nieuw programma moet maken, dat je dat bepaald in één keer kan gebruiken zo, door het overerven. En dat je dit allemaal hebt wat hierin zit. En dit is een eenvoudig voorbeeldje natuurlijk, zul je begrijpen. In de praktijk zijn frameworks mogelijk veel ingewikkelder. Maar er kunnen een aantal van dat soort problemen in zitten die je allemaal kan oplossen. Misschien met een factory method, zoals ik zie. Maar dit is maar een heel eenvoudig stukje van een groot framework mogelijk. En dit wil ik dus standaard aanbieden aan softwareontwikkelaars die dat framework vervolgens kunnen gebruiken door het overerven. Dat wil ik. Oké? Okay? En dus bijvoorbeeld, wat wil ik? Ik wil dus dat een ontwikkelaar kan zeggen, nou, ik heb een document nodig, een nieuw document. Ik implementeer deze interface, ik vul die operaties in en ik heb een nieuw mijn document gemaakt. Die heet dan nu mijn document, die op een bepaalde manier weer opent, op een bepaalde manier closed en op een bepaalde manier saved weer op een of andere manier. Dat wil ik. Ja? Ik wil hier gewoon een nieuw soort mijn document kunnen maken, waarbij die operaties op een nieuwe manier misschien kan invullen. Dat wil ik. Oké, okay, nou, en wat wil ik meteen dan kunnen zeggen, nou, ik overerf van applicatie en ik heb meteen ook dat algoritme erin, bam, ik ben meteen klaar. Dus dan heb ik een nieuwe mijn applicatie heb ik hier gemaakt als programmeur, zonder dit hoeven in te tikken wat hier staat en zonder die lijst erin op te nemen enzovoort. Die heb ik dan meteen op die applicatie en meteen heb ik die operatie hier, die kan gebruiken om een document aan te maken, in de lijst te zetten en te openen. Dit wil ik graag in één keer kunnen doen, dit. Oké. Okay. En dat zou toch mooi zijn, dat ik hier dus een frameworkje heb, dat ik alleen maar twee keer hoef te overerven en ik heb weer een nieuwe applicatie bedacht. Dat is mijn doel. Maar ik zit natuurlijk met één probleem. En hopelijk heb je dat al gezien hier. Wat is nou het probleem hiermee? Waarom kan dit niet? Nou, denk even na. Druk de spatiebalk. Waarom? Wat zit hier nu eigenlijk in wat niet kan? Oké, ik hoop dat je het nagedacht hebt. Nou, dat zitten we natuurlijk hierin. Hier, dit wil ik graag. Ik wil hier een document aanmaken. Document D wordt new document. Dit wil ik graag, wat hier staat. Maar dat kan natuurlijk niet. Want document is een interface. En van interface kun je toch geen objecten aanmaken? Het is maar een interface. Daar kun je absoluut geen objecten van aanmaken. Dus dit kan helemaal niet. Hier krijg je een foutmelding bij. Dit frameworkje, kortom, kun je nog niet maken. En het liefst heb ik een framework dat ik compileer, dat ik in een soort library zet en dan niet meer aan hoef te komen. Maar dat kan niet, want deze regel hier, die kan ik niet uitvoeren. Ik kan geen nieuw document aanmaken.
Dus wat ik wil is, ik wil een framework hebben waar ik al documenten aan maak. Waar ik dus, niet, waar ik dus al objecten aan maak van afgeleide klasses. Dat wil ik eigenlijk, maar dat kan nu niet, want ja, nogmaals, het is een interface. En kijk, misschien denk je, ja, dan zet je toch mijn document. Ja, mijn document, dat weet ik niet in de framework. Ik wil hier niet gebruik maken van mijn document. Want de volgende keer is iemand met zijn document weer. Dus hier moet iets algemeen staan. Maar dit kan niet. Hoe moet ik dat oplossen? Nou, dit is op te lossen, het probleempje. Waardoor je het framework het toch kan maken. Met een factory method. En dat gaat zo. Factory method. Kijk, het patroontje heet factory method. En je moet goed bedenken. Onthouden ook, het is een method. En dat betekent, het is een functie. Het is een operatie. Het is één enkele operatie. Dat is het hele patroontje. Het hele patroontje is één enkele operatie. En die heet hier make document. Dit is de factory method. Het rode wat hier staat. Hij heet dus make document. En hij levert terug. Het past er niet achter, dus ik heb hem ondergeschreven. Dubbele punt document. Deze functie, die factory method, levert dus een document terug. Maar let op. Hij is abstract. Hij is cursief genoteerd. En UML betekent dat hij abstract is. Hij heeft dus geen implementatie, die make document. Hij moet een document terugleveren, maar hij doet niks, want ja, hij is alleen maar abstract. Okay? In C++ termen is die puur virtual, ofwel is nul. Weet je nog? Maar kijk, hij mag er wel abstract zijn. Hij mag er wel puur virtual zijn, of wat dan ook. Hij mag er wel geen implementatie hebben. Okay? Maar, en dat is het mooie van Java en zeker ook van C++. Je kan hem gewoon wel gebruiken. Je mag die functie wel hier aanroepen. Dat mag. Hoewel je nog niet weet hoe die geïmplementeerd is. Dat is het mooie ervan. Dus nu kun je dit gewoon kun je compileren. Je kan het in een library zetten. Helemaal kant-en-klaar. Dat iedereen het kan gebruiken. Natuurlijk. Door deze abstracte operatie in die klasse te zetten hier. Is deze hele klasse ook abstract geworden. Okay. En ja, wil je die kunnen gebruiken hier. Dan moet je wel even deze operatie, die factory method, moet je gaan implementeren hier. Ja? Maar ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is altijd maar één regel. Ik heb hem ook verticaal geschreven in plaats van cursief. Dat is altijd maar één regel, namelijk. Je moet een document retourneren hier. En dat wordt natuurlijk dan dit mijn document. Dus de implementatie van zo'n factory method is eigenlijk altijd maar één simpele regel. Return new en dan het juiste document. Dus het enige extra wat je moet doen in je eigen nieuwe applicatie is die factory method implementeren. Met één eenvoudige, altijd standaardregel die hier staat. Nou ja, en nu nogmaals, nu kan ik gewoon dit in de library zetten. Compileren, hoef ik nooit meer aan te komen. En iedere programmeur kan bam bam bam, hup, meteen een nieuwe applicatie maken door twee keer te overerven. Oké, één keer nog één abstract operatie invullen en dan ben je klaar. Dan kun je zien dat je dus met een factory method ook frameworks kan maken. Dat wordt ook heel vaak daarvoor gebruikt. Even de nette beschrijving. Naam, factory method. Doel, definieert een interface van een operatie. Hè? Dus die heet bij mij net make document, heet die bij mij. Voor het creëren van een object. Bij mij was het net document. Maar laat een afgeleide klasse, mijn applicatie, in mijn voorbeeld, beslissen van welke klasse dit object is. Dus je stelt eigenlijk het creëren uit tot een afgeleide klasse. Dat doe je hier. En dat is het doel van die factory method. Nou ja, een aantal probleemsituaties waarin het toepasbaar is. Als de klasse creator, dat was net applicatie, niet weet wat voor soort objecten voor een klasse product moeten worden gecreëerd. Ja, dus in mijn voorbeeld van net was creator was applicatie en product was document. En in die bovenste klas abstract, die abstracte klas applicatie, weet je nog niet wat er soort objecten er moeten worden gecreëerd van document. En dan zou je dit kunnen gebruiken. In specifiek geval is, dat kan ook nog, dat de creator en het product hetzelfde zijn. Dat de twee klassen samenvallen. Dat is ook heel leuk. Dan heb je een klasse gemaakt met een factory method erin. En je laat een afgeleide klasse gewoon bepalen welk object er wordt gecreëerd.
Ik heb hier dus de constructie zoals die staat gemeld in het boek van Gamma enzovoorts. Hier de factor method, cursief genoteerd, aangegeven hij is abstract. Hier geïmplementeerd met steeds dezelfde soort implementatie. Ja, hier staat geen haakjes achter. In Java is dat, in Java mag dat niet. En C++ mag hier, hoef je ook geen haakje achter te schrijven. Dan een punt komma. Oké. Ja, en kijk, belangrijk, die operation die hier staat, die operation, die kun je dus nu volledig kun je die implementeren. Hè? En overal waar je dus nu zo'n product moet aanmaken die hier staat, kun je meteen deze factory method aanroepen. Dus dit hele algoritme wat hier staat, dat kun je helemaal implementeren. En toch een object aanmaken van product, namelijk met deze abstracte operatie. Ja, dus dit is, ja, dit algoritme is dus herbruikbaar voor allerlei afgeleiders van de creator. En met iedere afgeleider kan deze factory method hier anders implementeren. Ja, dus dit is een handige functie hier, die je bijvoorbeeld in een library kan zetten dan, bijvoorbeeld. Gevolgen, nou ja, flexibiliteit. Ik ga niet alles oplezen verder. Met die creator werkt ook met afgeleide klassen van product. Dat kun je ook nog doen. Onderhoudbaarheid. Voor ieder nieuw concrete product moet een klasse gedefinieerd worden die afgeleid is van creator. Hier heb ik nog even de globaal, of het hele schermetje in één keer gezet. Dit is voorbeeld 1. Dus het eerste voorbeeld van toepassing van een factory method. Dat is het voorbeeld wat ik net gegeven heb. Okay. Daar valt niks meer over te zeggen, want dat heb ik net uitgelegd. Oh ja, toch wel. Doe iets hier. Dus een nieuwe functie hier. Dat heb ik toegevoegd, dus puur als voorbeeld. En daar gebruik ik de functie make document. En want die make document wordt gebruikt in de functie new document. Dus hier zeg ik new document, dat is deze. En hier gebruik ik zeg maar die operatie van het framework die in mijn library zit, dus deze. Ja. En in die library functie, daarin wordt gebruik gemaakt van make document die ik hier implementeer. Ik hoop dat je dat door hebt. Ja, oké, handig. Nog even de code van dit eerste voorbeeld in Java. Nou ja, document is dus een interface, dus heb je alleen maar abstracte operaties. Die verder niks doen. De abstracte klasse applicatie. Ja, ook deze is abstract. Natuurlijk vanwege de factory method. En die rode hier, dat is de factory method. Die is abstract. Maar, hoewel die abstract is, nogmaals, ik mag hem wel gebruiken. En new document, die gebruikt die factory method. En hier herken je ook nog trouwens een ander heel veel gebruikt patroontje in terug. Dat ook genoemd wordt in het boek van Gamma. Namelijk. Dit, denk even na. Hoe heet deze functie? Hoe heet deze method ook alweer? Denk zelf even na. Druk even op het spatiebalk desnoods en denk dan even na. Dit is een template method. In een template method wordt een abstracte operatie gebruikt van de klasse. Hier. En dat is hier dus blijkbaar een factory method. Je zou kunnen zeggen dat dit een speciaal geval van een template method is. Namelijk eentje waarin een factory method wordt aangeroepen. Nou ja, hier staat de lijst enzovoorts. Het is min of meer gewoon een recht toe recht aan implementatie. Dit is dus je framework. Dit kun je compileren, dit helemaal. Dit is klaar. Wegzetten, dan hoef je nooit meer aan te komen, bij wijze van spreken. En dit algoritme is ook helemaal klaar en vastgelegd. Nu ga ik een nieuwe applicatie maken. Ik gebruik hierbij dus, ik moet hier dus eigenlijk die library importeren. En dan kan ik gewoon direct mijn document kan ik aanmaken. Die implement deze interface. Ik maak hier een nieuwe applicatie aan. Een nieuwe document daarvoor dan. En vervolgens maak ik een nieuwe applicatie aan. Een nieuwe extensie moet dan gebruiken. Applicatie.
Ja, dat rode is dan wat je extra moet doen. Je moet dus die factory method moet je hier dus implementeren. Dat doe je dus hier. En ik retourneer natuurlijk mijn document. Nou, hier heb ik dus een nieuwe applicatie gemaakt door van twee classes te overerven voor document en voor applicatie. En tenslotte één factory method te implementeren. En hier kan ik die do iets operatie, ja, iets laten doen. Dat heb ik net laten zien. Hier nog even dus gewoon de main functie, hoe dat zou kunnen werken. Voor de volledigheid heb ik hem maar gegeven. Hier, voorbeeld 2. Ik heb hier een spel die maakt gebruik van figuren. Een soort wiskundig spel is dat, met rechthoeken en cirkeltjes. In de functie speel, een operatie speel van spel. Daar worden allerlei interessante dingen gedaan. Maar ja, ik moet figuren aanmaken en daarvoor gebruik ik een factory method. Die is dus hier abstract, niet geïmplementeerd, maar je mag hem wel gebruiken. Hier moet ik hem dus in een echte spel, een rechthoekspel, een cirkelspel, moet ik vervolgens die factory method op een eigen manier gaan implementeren. Hier retourneer ik een rechthoek, hier retourneer ik een cirkel. Okay. En een rechthoek is een speciaal figuur en een cirkel is het ook. En dus hier zie je een iets uitgebreider voorbeeld van een factory method, waarin ik het spel hier, dat ik hier verschillende subtypes heb, dat ik hier verschillende subtypes heb. En je ziet eigenlijk hier een hiërarchie staan en hier ook naast elkaar. En dat zie je vaak bij factory methods, dat het twee hiërarchieën oplevert die parallel lopen aan elkaar, waarbij de ene de andere gebruikt. Dat is een typische constructie dit, met twee van die hiërarchieën naast elkaar. Bij het gebruik van factory methods. Nou, ik heb hier nog even de Java-code van gegeven. Niet volledig ingevuld natuurlijk, want het is maar een voorbeeldje. Nou, interface figuur. Cirkel, hier heb je dus een concrete implementatie van die figuur. Dus ja, dit is verder niks bijzonders. Dit is gewoon een goede manier om verschillende soorten wiskundige figuren te definiëren door een interface figuur te nemen en die op verschillende manieren te implementeren. Ik heb alleen maar de oppervlakte als abstracte operatie gegeven, die verschillend is natuurlijk bij een cirkel en een rechthoek. Dit zijn de figuren. En hier de andere kant, de andere hiërarchie, het klasse spel met die factory method erin. Die abstract is. Je ziet hier, ik heb hier een factory method, trouwens met drie attributen, hè? Drie dubbels, dat kan. En die kan ik hier ook aanroepen, gewoon die abstracte operatie. Hoewel die nu ineens bestaat, kan ik hem al aanroepen. En ook met parameters. Maar goed, als ik een cirkel wil maken, dan moet ik dus spel extenden, in Java-termen is dat, hè? In C++ natuurlijk gewoon weer dubbele punt public enzovoorts. En ik hoef dan alleen maar deze factory method te implementeren. Dan heb ik een nieuw cirkelspel gemaakt. Nou ja, een rechthoekspel. Dan moet ik die factory method anders implementeren, namelijk hier een cirkel en hier een rechthoek retourneren. Toepassing. Nou ja, dat is een vrij eenvoudig. Spel S, S.speel. Nou ja, enzovoort. Dat heb ik voor de volledigheid weer erbij gedaan. Dit. Te laten zien hoe je dat zou kunnen gebruiken. Ik maak hier een cirkelspel aan en je maakt een rechthoekspel aan. Nou ja, en dan deze toepassing. Dan kan je alle twee die dingen spelen. Dit is alleen maar voor de volledigheid heb ik het erbij gedaan. Dat je volledige code hebt van een volledig programma. Dat je kan testen.